Wetdistrict Saramacca houdt in verband met Wereldvoedseldag op 16 oktober een tweedaagse agrarische beurs. Deze beurs is vandaag geopend voor het publiek. De organisatie ligt in handen van de Agrarische Federatie Suriname en de Agrarische Raad van de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. Voorzitter van de commissie, Pralat Seudin, zegt dat er gekozen is voor het thema Family Farming om vooral kinderen te stimuleren in de landbouw te gaan. Er treedt namelijk een enorme vergrijzing op in deze sector. Omdat het onze toekomst is. En we hebben als thema dit jaar gekozen Family Farming. Family Farming betekent dat ook de kinderen een belangrijke bijdrage daartoe moeten leveren. Dat hebben we al meegemaakt als kinderen in onze jeugd. En hun rol is een bijzonder belangrijke. 1. 2, er treedt een enorme vergrijzing op in de agrarische sector. En als wij niet tijdig inspelen om de jongeren te interesseren voor de agrarische sector, dan gaan we de plank misslaan. Dan hebben we niemand meer om voedsel voor ons te produceren. Dus vandaar dat wij ons nu speciaal moeten gaan richten op de jongeren. Waarom is ervoor gekozen om de beurs in Saramacca te houden? Nou, dat is heel toevallig gebeurd. We hebben afgelopen maanden waren bezig met de voorbereidingen. En de bedoeling is om dit in alle districten te gaan doen. Het is toevallig voor Saramacca gekozen. Het heeft verder geen bijzondere betekenis. In totaal nemen ruim 20 bedrijven deel aan de beurs. Er worden diverse producten uit de landbouw, tuinbouw, veeteelt en aquacultuur tentoongesteld aan de bezoekers. Seudin is zich van bewust dat er meer gedaan zou moeten worden om de belangstelling van jongeren voor deze sector op te wekken. Zo moet de infrastructuur aantrekkelijker worden gemaakt. In de aquacultuur bijvoorbeeld kan er makkelijker worden ondernomen. Hij heeft een systeem van aquaponics. Dat wil zeggen, je hebt in een aquarium vissen, die voer je. En afval van de vissen wordt verpompt naar een andere bak waar je planten hebt. Dat is wel drijvend, met hun wortels in het water. En die planten voeden zich op afval van die vissen. Het water komt weer terug naar de vissen toe. En zo heb je een gesloten systeem. We hebben een klein demo-model hier, maar je kunt natuurlijk uitbreiden hoe groot je wil. Je kunt ook op YouTube gaan kijken. Er zijn grote bedrijven die hectaren op zo'n manier kweken. Dat is de toekomst, denken wij, voor de kinderen. Een ander aspect is dat je bij die aquaponic op een vrij klein areaal hoge producties kunt halen. We hebben met die deskundige gesproken. Hij zei van, luister, je hebt maar 10% van het areaal nodig om dezelfde producties te halen als bij normale teelt bij open lucht. Dus de efficiëntie speelt daar een belangrijke rol in. Een belangrijk voordeel is dat die producten weinig last hebben van ziekte en plagen. Het is veelal onder controle. Heb je dat toevallig ook, dan kun je met biologische middelen dat ook bestrijden. Dus je hebt vele voedsel die je gaat produceren. Aldus Pralat Seudin, voorzitter van de organisatiecommissie van de tweedaagse agrarische beurs in Saramacca. Bij het vat in Paramaribo zal er ook een visweekend worden gehouden, terwijl in Mungo planten verkocht zullen worden in verband met Wereldvoedseldag.